Sinds dinsdag is het officieel. De panda's staan op het shirt van NEC. Toen werd in Ouwehands Dierenpark de nieuwe hoofdsponsor van de Nijmegenaren bekendgemaakt. Het dierenpark staat voor minimaal 1 jaar op het shirt van NEC. Energieflex verhuist naar de rug van het NEC-tenu. Een bijzonder moment weer hier in Ouwehands Dierenpark. De reuzenpanda's zijn gearriveerd. En iedere dag is eigenlijk weer een dag van verrassingen. En vandaag is het er weer een omdat de panda uiteindelijk op het shirt van NEC komt. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Marcel Boekhoorn, de eigenaar van Ouwehands Dierenpark, is niet alleen fan van Ouwehands Dierenpark, maar ook van NEC al jarenlang. En hij heeft deze overeenkomst gesloten. En daarom is het eigenlijk een hele logische stap. Wij doneren $1 miljoen per jaar natuurbescherming in China om deze mooie diersoorten te redden. Daar hebben we veel gasten voor nodig. En uiteindelijk via het shirt van NEC krijgen we mooie exposure en kunnen we ook dit soort doelstellingen bereiken. Ja, dat is machtig mooi, hè? Als je kijkt uiteindelijk met een Energieflex en een Ouwehands Dierenpark die deze club blijven steunen op een eredivisieniveau. Ja, het is belangrijk om ook voetbaltechnisch het beleid te kunnen maken voor de komende jaren. We hadden het net in het praatje over de duurzaamheid van beide partijen die op het shirt staan. Op de voorkant en op de achterkant. En die duurzaamheid moeten we bij NEC ook gaan creëren. Op de langere termijn een beleid neerzetten waarmee we stabiel de eredivisie in kunnen groeien. En ook in de eredivisie kunnen blijven. En die stabiliteit en die duurzaamheid die past heel goed bij wat wij ook als club willen gaan doen. Nee, die duurzaamheid die denken wij te kunnen gaan bereiken door op de korte termijn te werken met spelers met eredivisieervaring. Bij voorkeur Nederlandse spelers. En op de lange termijn te investeren in de jeugdopleiding en spelers de kansen te geven om door te groeien binnen de club. En die combinatie zorgt ervoor dat je stabiel gaat groeien. En op het moment dat je dan in eigen land niet hebt, of je hebt het niet in bezit, dan kun je altijd nog gaan huren of altijd nog naar het buitenland. Maar in de basis zijn dit wel de uitgangspunten.